Ik ben Robert Berkoffiets. Ik ben adviseur bedrijfsvoering bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. En mijn passie is molens. Naast mijn werk heb ik ook een hobby. En dat is dat ik molenaar ben. En dat doe ik al heel lang. Ik ben nu 35 en ik ben eigenlijk vanaf mijn tweede al gek voor molens. En als klein jongetje van 7 mocht ik op de molen komen helpen. En dat was zo leuk dat ik dat altijd ben blijven doen. Wat ik zo leuk vind aan die molens, dat is lekker buiten zijn. Het bezig zijn met zo'n hele oude machine. Straks ga je merken hoeveel kracht erin omgaat. Dus als je dat kunt bedienen, ja, dat is echt geweldig. Ja, Nederland is groot geworden van molens. En voor iemand bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed niet zo gek om zich in te zetten voor instandhouding van erfgoed. Als je molenaar wil worden, dan kan je daar een opleiding voor doen. Dat doe je in je vrije tijd. Bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Je leert hoe je de molen bedient, hoe je de zeilen voorlegt, wat ik nu aan het doen ben. Maar je moet ook veel van het weer weten, want je moet alles vooruit denken. Als het heel hard gaat waaien, dan moet je voordat het heel hard gaat waaien, die zeilen die ik nu voorleg, weer weggehaald hebben. Want het is eigenlijk maar één standje te molen, aan of uit. En als het aan is en het gaat te hard, dan gaat hij niet meer uit. Nou, nu draait de molen. En wat ik meestal dan doe, is dat ik bijvoorbeeld met leerlingmolenaars aan de gang ga. Dus ik leer andere mensen het vak. Dat is super leuk om die kennis over te dragen. Er komen ook vaak mensen hier op bezoek. En die willen dan iets van de molen weten en die vertellen dan iets over de molen. Nou, hoppakee, daar komt ie hoor. Dit is een poldermolen. Die is om water te pompen. We hebben hier in Schiedam ook een aantal molens om graan te malen. Maar je hebt ook molens om hout te zagen of om olie te slaan. Dus je kunt eigenlijk iedere functie wel bedenken voor een molen en dat kan. Ik blijf het ook heel gaaf vinden dat dit gewoon een machine is. En dat iemand ooit dat bedacht heeft in een tijd dat je alleen nog maar de windkracht of de waterkracht had. Ga er maar aan staan om het te bouwen. En dat werkt nog steeds. Als we straks geen stroom meer hebben, dan doen deze het nog wel. Als je dit zo ziet gaan, dan krijg ik daar gewoon een onwijs gaaf gevoel van. En molens zijn Nederland, dat moeten we gewoon met z'n allen in stand houden. En dan wil ik nog minimaal tot mijn 80ste aan meewerken.